Het project Samen Doen is opgestart door de gemeente Aalburg. Een project waarbij de inwoners in de dorpskernen van de gemeente Aalburg inspraak hebben in activiteiten die zouden willen zien. Ideeën kunnen ze spuien, maar dus ook zelf aan de slag. Dus niet alleen de gemeente aankloppen van wij hebben een idee, kan dat gerealiseerd worden. Maar we willen graag dat de mensen dat zelf gaan doen. En op de samenkomstavonden van de gemeente Aalburg met Samen Doen is onder andere de activiteiten in het dorpshuis te sprake gekomen. Mensen uit Meeuwen willen toch meer activiteiten zien in het dorpshuis. Het was wat stilletjes in het dorpshuis en daar willen we graag verandering in brengen. Er zijn al diverse activiteiten in het dorpshuis. De vaste gebruikers, waaronder de muziekvereniging, de oranjevereniging maakt gebruik van het dorpshuis. Wat vooral belangrijk is, is dat de inwoners van Meeuwen de weg naar het dorpshuis weer weten te vinden. Het moet een sociale ontmoetingsplek worden. Een mooi voorbeeld van het project Samen Doen is bijvoorbeeld de ouderengym, seniorengym. Is ruim 20 jaar niet meer geweest hier in het dorpshuis. Dat is weer nieuw leven ingeblazen en wekelijks is er dus een groep senioren die hier dus weer met elkaar gymmen. De drijvende kracht eigenlijk achter deze expositie is het stichtingsbestuur van het dorpshuis. Dat is een nieuw bestuur sinds januari vorig jaar. Met elkaar hebben we dit idee gebrainstormd. We kwamen heel veel archiefmateriaal tegen op zolder in het dorpshuis. Nadat we alle administratie wilden bekijken. En ja, eigenlijk was het zoveel materiaal dat het zonde was dat het daar bleef liggen. En wilden we het graag aan de inwoners laten zien. We zien nu het thema evenementen uit het verleden. En waar het dorpshuis in Meeuwen vooral onbekend stond, zijn de filmavonden die gehouden werden. Dus achter me zie je ook vooral aankondigingen van filmavonden die gehouden werden. En het grappige is dat we daar ook heel veel aanvragen voor van de gemeente bij hebben gevonden. Er moest een vergunning worden aangevraagd om een film te laten zien. En ook zelfs die waren bewaard, dus die hebben wij bij de filmposters kunnen plaatsen. Wat wordt er getoond op de andere expositiedagen? De andere zaterdagen zullen ingericht zijn met zeker ook evenementen uit het heden. Dus niet zozeer van dit jaar, maar wel de afgelopen jaren. Dus wat jonger dan wat we nu hier vandaag zien. Om die koppeling te kunnen maken heden en verleden. Maar er zal ook een dag zijn waarop veel fotomateriaal te zien is. Oud fotomateriaal van het dorpshuis of wat met het dorpshuis te maken heeft. En onder andere notariële akten, statuten, financiële administratie. Ook echt hele oude archiefmateriaal wat ja, ook echt leuk is om in te kijken.